de enige echte frisse wind in die vrouwencross. Hè? Want voor de rest blijft het knokken onder dertigers. Hè? Met alle respect voor een atletisch vermogen. Maar de 22-jarige Vos is de enige die aan de top niet alleen komt meedoen, maar de rest ook overklast. Hè? Zo is het. Niks aan te doen. Dus overal waar het die opduikt en ze laat haar oog vallen op hetgeen dat ze wil, ja, dan is zij eigenlijk kandidaat op de overwinning. Vos sinds Leontien van Moorsel het grootste wielertalent, zonder enige twijfel. De rondetijd 8.31, het mag nu iets trager. Hier komt de Duitse, Kupfernagel, toch al op een kleine 33 seconden. En nog altijd in de stijl van de tijdrijdster. Laten we niet vergeten dat ze wereldkampioen werd in Stuttgart in die discipline. En hier komt nu Daphne van den Brand, die op haar eigen goede, dappere manier toch die derde plaats gaat vasthouden. Hè? Ja, ja, want zij is dus rustig gebleven. Hè? Dus vlak daarachter zat Nes daar straks. Die is dan ten val gekomen, dus, maar ze heeft niet gepanikeerd, Daphne van den Brand. En het kan zijn dat ze het nog haalt, maar Nes doet zeker, zeker nog tegen. Nes, dat is toch al op een minuut en zeven. Daphne van den Brand op 52 seconden. Bij temperaturen, zoals we het in het begin gezegd hebben, van om en bij de -2.5 à -3. Er was nog meer vriesweer voorspeld. Het zou nog een beetje dieper zakken tot -6. Maar ik heb de indruk dat ze hier niet echt formidabel zijn. Nee, het zit er niet in. Dus we hebben er ons ook op gebaseerd op hetgeen dat we krijgen van hier. Dus maar de weermannen van hier zijn niet dan zoals bij ons. Een voorsprong van 33 seconden. Dan kan Vos al aan consolideren denken. Hè? Wat minder risico's inbouwen. Daar is al mee bezig, denk ik, een tijdje. Dus Vos, heel geslepen. Dus luister dan ook naar de naam Vos. Daar heb je ze. Op weg naar haar in totaal zesde wereldtitel. De eerste bij de junioren op de weg in 2004. Nauwelijks 2 jaar later wereldkampioene bij de grote meisjes in 2006 in Salzburg. Een keertje in de puntenkoers op de piste in 2008. En zoals ik al vertelde, 2 keren wereldkampioene in het veldrijden in 2006 en in 2008. Hier Kupfernagel. Het zal voorlopig bij die 4 titels blijven. Ik denk wel dat ze nog zal doorzetten, want ze zal ongetwijfeld volgend jaar nog eens willen meedoen in St. Wendel. Ja, dat is bij haar dan weer. Dat kan ze proberen, maar Nash is ook heel goed. En deze Marianne Vos zal ook nog wel blijven crossen. Als je daarvan geproefd hebt, op deze manier, zoals zij dat dan beoefent, dan denk ik dat ze daar zeker geen afstand van gaan nemen. Heel behoedzaam met het meisje met de korte beentjes, Daphne van den Brand. En hier Nash kan ze nog een sprintje uitpersen. Heel fijn trippelpasje. En daar ziet ze Van den Brand toch weer voor zich uitrijden. Maar het is een beetje een bedriegelijk beeld. Zij ja. moet nog een hele lange fase knokken. Kijk ze maar eens lopen. Dus dat is echt ballet daar op dat ijs. Het is nu al een jaar of 4, 5, 6 dat we over deze Vos spreken. En toch is ze nog altijd maar 22. Dat belooft. Hier is nog geen einde in het zicht. Sanne Kant is teruggezakt naar een 15e plaats op 2.44. Dat is ontgoochelend. Het zou natuurlijk kunnen dat er wat geschied is, dat ze tegen de vlakte gegaan is. Maar geloof me, nagenoeg iedereen gaat hier bijna tegen de grond. Hè? Al heb ik bij Vos nog geen spoor gezien van een val. Nee. Eén keer is een kleine bijna onderuit geschoven. Dus maar daar is geen sprake van, want tegen de grond te gaan liggen nog niet. We zijn nu aan de derde race bezig. Kun je dit een Albert-parcours noemen? Zoals het er nu bij ligt, met dat zand dat ze gestrooid hebben, hij gaat zich toch moeten motiveren en zeggen en denken van ik kan dat. Dus maar, ik zeg het, als ze rapper gaan rijden, is het dus wel heel gevaarlijk nog. Renaat. Vos bevindt zich in elk geval op een Albert-strook. Die strook bergop richting andere helften van het parcours. En ze is nog altijd stevig aan het doortrekken. Hoor. Op reserve heet dat dan. Want het is ongelooflijk met welke drive ze hier blijft rondfietsen. Ze moet toch al beseffen dat het kampioenschap voor haar is. En het is een eeuwigheid wachten hier op de tweede. Op de Duitse die maar niet blijft komen. En we zien ze nog altijd niet. En we gaan naar meer dan een halve minuut. Het zal ruim een halve minuut zijn. Hier komt ze dan, het open doekje van het publiek voor de Duitse is terecht, maar het is de vice wereldtitel die Hanka Kupfernagel wacht aan het einde van de rit. En dat wordt dan voor de 5e keer zilver voor Hanka Kupfernagel.
Het gebeurde eerder in Zolder, in Monopoly, in Zeddam, waar ze in de sprint verloor van Vos. En ook vorig jaar in Hogerheide, waar ze ook een pakje rammel kreeg in de sprint. Vos kon zich toen veroorloven een afwachtende wedstrijd te rijden in het wiel van Compton en van deze Koevernagel en dan haar sprint uit te spelen. Hè? Want dat heeft ze dus ook nog. Hè? Ze heeft gewoon alles, Renaat. De strijd om het brons. De 12 seconden de achterstand voor Nash heeft er een paar seconden afgepietst. Maar of het voldoende is, het is nog een lange weg tot Daphne van den Brand. Ook dit heeft ze geleerd. We hebben het over Vos. Die bochtjes nemen met de behulp van de arm. Rechts en links hebben u ook al uitgelegd. Niet altijd evident. Als je rechtshandig bent, begrijpt u ook wel dat u daar meer kracht kunt zetten. En dat je daar dan ook meer houvast hebt. Je mag ook niet te veel kracht zetten, want dan zwiep je jezelf onderuit. Ja, dat hebben we ook al gezien. Dat iemand te hard trekt. Dus iemand dat de nadar of de paal gelost had, hebben we ook gezien. Dan komt de okhanden helemaal de andere kant uit van het parcours. Maar zij kan het niet echt. Ze kan heel hard rijden. Dus zou het modder geweest zijn, absolute favoriet nummer 1. Maar nu op het ijs. Dus die bochtjes zijn niet echt in haar voordeel. Renaat. Breaking news uit het, profveldrijden. Want er is een startverbod uitgevaardigd voor de Duitser Philipp Walsleben. Walsleben heeft een te hoog hematocriet laten optekenen vanmorgen. En mag morgen dus niet starten. Morgen, wat zeg ik, mag straks niet starten bij de profs. Daarbij wel vertellen dat hij afgelopen week last had van maag- en darmproblemen. Dat is vreemd. Al een heel seizoen heeft hij dikke problemen met zijn gezondheid. De eerste maanden kwam hij er nauwelijks aan te passen door een onverklaarbare ziekte. Werd nooit echt perfect gezegd waar het om ging. Het was blijkbaar moeilijk om een diagnose te stellen. Maar dit is toch wel een beetje verrassend nieuws. En pijnlijk nieuws ook voor het team van BKCP+. Het team van de gebroeders Roodhoofd. Het team ook van Niels Albert. Ja. Zo stilaan naar de slotfase. Het komt er alleen nog op aan om recht te blijven. En Oranje gaat een tweede medaille grijpen. Na de eerste medaille voor Dolfsma, Emiel Dolfsma, die brons veroverde bij de juniores. Wij staan nog altijd met lege handen. Maar we moeten eerlijk wezen, we hadden niet verwacht om hier te scoren. Ik bedoel, hier bij de meisjes. Hè? Ja, 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 ja. En zij gaan richting brug. Nog twee bochtjes. De brug proberen op te geraken, maar dat is geen probleem voor deze Marianne Vos. Maar zo was het ook vorig jaar, dames en heren. Ook vorig jaar na drie races was het voor de blauwe, onze blauwe, drie keer niks. Maar toen kwam die fantastische race van Albert en ook nog eens een derde plaats erbovenop van Sven Nys. Heel voorzichtig nu in die afdaling. Ze kan het zich allemaal permitteren. Vosje boven bij de start, Vosje boven onderweg, een Vosje boven aan de streep. Wat gaat dat weer mooi ogen als ze straks het Wilhelmus mee zet. Ja, ja. Ze is nu al bezig. Ja, is genieten, hè. Ja, ja. Dat is genieten, hè. Dankbare meid, dankbare meid. Nog even corrigeren en al dat geluk savoureren. Ja, ja. Fantastisch. Gelukkig kwam die overmoedige supporter niet te dicht, want hij wou ze dus in de hand klappen, maar ze zou wat evenwicht geraakt zijn misschien wel. En nog een sprintje voor de eer. Marianne Vos heeft de tegenstand overklast. En wordt op haar 22e voor de derde keer wereldkampioene cyclocross bij de vrouwen. Er staat geen maat op Vos. Mooi.